Obviously, I'm very proud to be the first Dutchman to be in the Super Bowl and to actually win the Super Bowl. It's been an incredible experience. Born in Amsterdam, maar al op jonge leeftijd in het kielzog van zijn vader, trok hij de wereld over om uiteindelijk Nederlandse sportgeschiedenis te schrijven. Als defensive end van de Denver Broncos won hij in 1998 en 99 twee keer achter elkaar de Super Bowl. Nog steeds het allergrootste eendaagse sportevenement ter wereld. De meeste profs in de NFL die zullen nooit van hun leven de Super Bowl halen. Laat staan winnen. En hij doet dat maar liefst twee keer achter elkaar. Dus die ring die is echt een felbegeerde item in Amerika. Dat ding kun je voor heel veel geld veilen als je erin vindt. Maar hij droeg dat ding niet eens. Zo gewoon gebleven en hoewel niet groot geworden in Amsterdam, wel een inspiratiebron voor American voetballers in de jaren 90. Een sport die toen met succes van de Amsterdam Crusaders en later ook de Amsterdam Admirals in de arena misschien wel op zijn Nederlandse hoogtepunt was. We wisten dat die speelde en we vonden het ook bijzonder en we hadden het er ook over. Het was natuurlijk mooi om te weten dat wat wij hier deden, dat je dan toch zoveel talent kon hebben en ontwikkelen. Dat je op het allerhoogste niveau in Amerika terecht kon komen. Dus in die zin was hij toch wel altijd aanwezig. En was misschien wel ook wel een idool. Een verzwegen idool voor de gemiddelde Nederlandse American voetbalspeler. Op straat vraagt niemand om een handtekening van de 1,97 meter lange en 130 kilo zware kolos. Maar voor de echte fans is Hasselbalch geen onbekende. Beide keren dat Hasselbalch de ring won, eerst tegen de Green Bay Packers en voor de tweede keer tegen de Atlanta Falcons, zat Bedford in het stadion. In het verslag dat jullie bij AT5 hebben gemaakt, toen de tijd werd gezegd, dat hij 130 kilo zwaar was en bijna 2 meter, zoiets. Ja, dan verwacht je geen snelheid, hè? Die had hij wel. Die had hij dus wel. Dat maakte hem, denk ik, heel erg goed. Hasselbalch overleed aan de gevolgen van kanker en is 56 jaar geworden. Maar misschien is het één troost om te beseffen dat hij wel hier in Nederland, en zeker in Amsterdam, een ontzettend grote rol heeft gespeeld bij deze sport. En dat hij in die zin ook nooit vergeten zal worden.